Ik ben Ben de Seijnen. Ik werk hier al bijna 25, volgend jaar 25 jaar bij Sociale Werkplaats. Ik heb ooit een auto-ongeluk gehad en daarom ben ik afgekeurd. Voorheen werkte ik in de bouw en nu werk ik dus hier op de post. Nou, ik werk op de post en doe bijna 10 jaar en met veel plezier. Lekker buiten, in de wegen, alles. En we hebben Hollands Kroon, Schagen, gemeente Delden erbij. Dus we hebben een aardige wijk. Van 1731 tot 1788 zitten we eigenlijk, alle post hebben we dan allemaal. Smiddags wordt overal post gehaald en dan hebben we een avondploeg. Die begint om 4 uur tot 8 uur. En die sorteert alles op plaatsnamen en zo. En dan krijgen wij s'ochtends bij deze wijk allemaal, ieder krijgt zijn eigen post aan. En net zoals Naad, die zit nou nog bezig te sorteren. Dan gaan wij dat s'ochtends allemaal sorteren op eigen wijk. En dan ga je rijden, je eigen ronde dan. Wat er zo leuk is aan het werk is dat je vrij bent. Je zit hier met elkaar nog even, maar zodra ik ga naar buiten. En dan ben je lekker buiten. En ik vind het heerlijk om buiten te zijn. Ik heb altijd graag buiten geweest, dus dat is het leuke eraan. En het werk ook, de klanten zijn ook heel vriendelijk en zo. En ze kennen je op een gegeven moment, je komt altijd daar ook. Dus zijn altijd heel, als je wil kun je nog koffie drinken ook overal. Want er zijn een heleboel mensen die zeggen, nou moet je een bakje koffie of zo. Dus dat is echt wat leuker aan. Mijn collega's die hier werken, er zijn er ook bij, die werken 32 uur, 24 uur werkt er een. Net zoals Karin, die werkt 24 uur. En Erik Jan, die werkt 32 uur, die een man hier staat. Naat, die werkt 36 uur. Ik werk ook 36 uur. En heb je nog Bart en Remco, die zijn vandaag vrij. Die werken ook 32 uur. En Remco, die zit winkelend dan, doet hij altijd met de fiets. En nu heb je een elektrische fiets aan, mijn vriend deed hij met de fiets. Dus die jongen die maakt echt wel kilometers aan. En er zijn erbij, net zoals Naat, die rijdt op een snorbrommer. Ik rijd op een brommer dan. En Jan rijdt ook op een brommer, die hebben we er ook nog bij. En wie hebben we nog meer bij? Sonja, die is nou met vakantie. Het leuke spontane groep is het wel. En nou, ook je staat met elkaar te praten en alles en zo. Het is niet van nou werk en de rest bemoei ik me niet mee. Maar het is echt wel een leuke groep met elkaar.